Now sit down like the king and the queen that you are. Zit als de koning en koningin dat u bent. Pick up your Bible. Pak uw Bijbel. And open your Bible to the book of Romans 12. Open uw boek op Romeinen 12. In Romans 12 we want to start reading from verse number 1. Romeinen 12 vers 1. And the title of this message of this morning. De titel van deze boodschap deze ochtend is the mind equation. De vergelijking van je gedachten. The mind equation. De vergelijking van je gedachten. Please listen attentively to this short message. Luister goed. Before we go into our anointing service. Voordat we doorgaan naar onze salvingsdienst. The mind equation. De vergelijking van je gedachten. Turn again to your neighbor. Kijk naar degene die naast je staat. And say neighbor. En zeg naaste. You shall have peace of mind. Jij zult vrede hebben in je gedachten. If you believe that, shout amen. Als je dat gelooft, schreeuw je amen. Because it's a prophecy, the person just prophesied into your life. Het is een profetie die degene uitspreekt in jouw leven. The mind equation. De vergelijking van je gedachten. And in Romans 12, verse number 1. Romeinen 12, vers 1. It says, I beseech thee, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. You want to transform your life? Je wilt je leven dus veranderen? Let it start from your mind. Laat het dus beginnen vanuit je gedachten. Transform your mind. Verander je gedachten. Verander je gedachten. Change your mind. Verander je gedachten. If you want to change your life. Als je ook je leven wilt veranderen. The truth is that. En de waarheid is. What you are now. Wat je nu bent. Or who you are now. Of wie je nu bent. Or what you are today. Of wat je bent vandaag de dag. Staat gelijk. A function of your mind. Is een functie van hoe jij nu is bent. Is a function of your mind. Is een manier waarop jij nu is bent. A function of your mind. Is de manier waarop jij it nu is bent. A function of your het mind. Is de manier waarop jij nu denkt. No wonder the Bible tells us. Daarom zegt de Bijbel ons. That as a man thinketh. Zoals een man denkt. So is he. Zo is die persoon. That is why in that Proverb 23 the daarom Bible zegt keeps saying. Spreuken 23:17. As you think. Zoals jij denkt. So you will be. Zo zul je ook zijn. As you think. Zo hoe jij denkt. If you think that you're small, als je denkt dus dat je klein you bent. Become small. Dan zul je klein well, blijven. Thank God in this church, maar dank God in deze we kerk. Think big. Dan denken we groot. That's why we confess every Sunday that we are spiritual millionaires. Dat we geestelijke miljonairs zijn. So that even if you're not thinking it. Dus zelfs als je het nog but niet in denkt. Effect, you keep confessing it every day. Het feit dat je het elke you week start thinking. Zul je ook zo gaan denken. Like a spiritual millionaire. Als een geestelijke miljonair. Tell yourself I am a millionaire. Zeg, ik ben een miljonair. No matter what is happening around me. Wat er ook om mij heen gebeurt. I am a millionaire. Ik ben een miljonair. You need to think like that. Zo moet je dus denken. Think you are a winner. Denk dat think je een winnaar that bent. You are a victor. Of dat je een think overwinnaar that you bent. Are more than a conqueror. Dat je meer dan een overwinnaar bent. You have to change your mind. Dus je moet je manier van denken you have veranderen. To renew your mind. Je moet het vernieuwen. Stop thinking the way you were thinking. En stop dus met denken stop hoe thinking, je dacht. Oh, my father is poor. Stop met denken, oh, mijn vader was arm. I cannot do this. Ik kan dit niet doen. Let me tell you one thing here today. Ik zal u één ding vertellen. Anything you think is impossible. Alles wat jij denkt becomes is impossible to you. Wordt ook onmogelijk. But anything you think is possible. Amen. Maar alles becomes wat possible denkt, is mogelijk, to you. Wordt ook turn to your neighbor and tell your neighbor, kijk neighbor. Zeg naaste. Because I serve the God of heaven. Omdat ik de God van de hemelen dien. Everything is possible. Dus alles mogelijk. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Everything is possible with me. Alles is mogelijk bij mij. Everything is possible. Alles is mogelijk. Everything is possible. Alles is mogelijk. You want to be bigger? Je wilt groter zijn? It's in the mind. Zo het zit in je gedachten. You want to be smaller? Als je klein wilt zijn? It's in the mind. Het zit in je gedachten. It's all your choice. Het is je eigen keuze. But I brought the word to you. Ik heb het woord gebracht. Whatever you want to do. Wat je dan ook wilt doen. It is for you to do. Het is aan u om het te doen. If there are different kinds of mind. Er zijn verschillende soorten gedachten. There is the blind mind. Je hebt de blinde gedachten. This kind of mind. Die gedachten. Cannot receive anything from God. Kan niks ontvangen van God. They cannot see. Want ze kunnen niks they zien. They cannot hear. Ze kunnen het niet horen. They are blind. Ze zijn blind. And I am praying for you. En ik bid voor u. You have a blind mind. Als u een blinde gedachte God hebt. God shall pour his light into your zal mind. Zal God zijn licht op u laten schijnen. In the name of Jesus in de naam van Jezus Christ. There is a mad mind. Je hebt ook een rare gedachte. The mind is mad. Die gedachte is gek. You know, have you ever been into a mad man's house? Bent u wel eens geweest in een huis van een dwaas? Everything scattered. Alles is daar verbrijzeld. Mad mind.
Gekke man. The truth is that de waarheid is. The state of your mind. Dus de staat van jouw gedachten. Can be seen. Het kan gezien worden. By the state of your office. Door, amen, door de manier waarop je huis by the state of your house. Dus de manier waarop je huis and is. And as a woman, by the state of your kitchen. En als een vrouw de staat van if jouw I keuken. Enter your kitchen. Als ik je keuken binnenkom. I will know the kind of mind that you zal have. Ik precies weten wat voor soort if gedachten. If everything in the pot is there, the spoon is there, everything. Als ik zeg alles is daar en daar en daar. This mind is completely mad. Dan weet ik, nou, die is totaal verward. It's confused. Het is in de war. But if you enter. Maar als je binnenkomt. A peaceful mind. House. Een huis die rust en vredevol is, in place. Dan zul je zien, alles staat keurig everything op zijn plaats. Alles staat op zijn plaats. Alles staat op zijn you plaats. Enter the office of a man, als je het kan you can door immediately huis tell what kind of a man you're dealing with. Dan weet je meteen met wie je te maken hebt. By looking at it, looking around. Door gewoon rond te kijken. So what is around you? Dus wat is er om je heen? Is an expression. Dat laat dus is een uitdrukking of your mind. Van hoe jouw gedachten zijn. Mind. Van jouw gedachten. There is the unstable mind. Je hebt die onstabiele gedachten. He's here today. Vandaag ben je hier. Tomorrow is here. Morgen ben je daar. It's stable. Het is hier. There's peace. Volgende dag is er weer rust. There is war. Volgende dag is er weer oorlog. Unstable. Onstabiel. Unstable. Onstabiel. Unstable. Onstabiel. Bible said, de Bijbel zegt. Such minds. Zulke gedachten. Never ever. Kunnen nooit. Get anything from God. Nooit, maar dan ook nooit because iets van God today, krijgen. He's shouting hallelujah. Want vandaag schreeuw je hallelujah. Are you sure we are supposed to be paying tithes? En morgen zeg je, moet ik mijn tiende betalen? I don't think it's the right thing to do. Ik denk niet dat het iets goeds is hoor. I don't think, where is it even in the Bible? Waar staat het geschreven in de Bijbel dat we mijn tiende moet betalen? And our pastor is spending the money. De tiende betalen the en onze pastor pastor is driving with private jet. And you're asking me to give them their money. En ik moet mijn geld and geven. The next day you see him again. En de volgende dag komt hij weer. We are doing deliverance in our church. Oh, we hebben bevrijding in onze kerk. Unstable. Onstabiel. The faith is high today. Je geloof is vandaag tomorrow, hoog. There is no faith morgen at all. Heb je totaal geen geloof. The next day, de volgende they dag are the fathers of the faith. Zijn ze weer de vaderen van het geloof. Unstable mind. Onstabiele gedachten. There is the critical mind. Je hebt ook de kritieke gedachten. They look at everything. Ze kijken naar alles. They find fault in everything. En ze zien overal fouten in. No matter how good you do it. Ongeacht hoe goed je het ook doet. There must be a fault. Er moet altijd een fout zijn. How do I renew my mind? Hoe hervorm ik dus mijn that gedachten? Is the question of most minds, dat is de vraag van vele gedachten. Hoe vernieuw ik mijn denken? But the word of God tells us, het woord van God vertelt ons. You want to renew your mind? Je wilt je gedachten vernieuwen? Read the word of God. Lees het woord van God. Meditate upon the word of mediteer God. Op het woord van God. It is on reading the word. Want het is zodra je het and woord knowing leest, the word. En dan weten het woord. And meditating upon en the word. En mediteren op het woord. That the word. Zo dan zal het woord. The spirit. De geest. Of the word. Van het woord. Will begin to change your mind. Amen. Zal jouw gedachten doen vernieuwen. De manier waarop jij change denkt. The things around you. De dingen om jou heen veranderen. You know the word calls us queens and kings. Het woord noemt ons koningen en koningen. But a lot of people don't koningin. Know that. Maar vele mensen weten het niet. And that's why they are living like slaves. En daarom leven ze hun leven als that's slaven. Why they are carrying themselves as slaves. En daarom dragen ze zichzelf ook but als slaven. If you know that the word calls you a king, als je weet dat de Bijbel jou een koning of een koningin noemt. When you sit down, als je dus gaat zitten, you will sit down like a king. Dan ga je zitten als een koning. When you sit down, als je gaat zitten, you sit down like a king. Ga je zitten als een koningin. When you dress, als je je aankleedt, you dress like a king. Dan draag kleed je aan dress, als een koning. Als je je you aankleedt, dress like a queen. Dan kleed je aan als een koningin. It's how you dress. Want het is hoe jij je kleedt. People will address you. En dat zal, zo zullen mensen jou ook aanspreken. You dress like a tat. Als je people je will address you as like a tat. Dan zullen je zo you dress like a queen. You will be definitely addressed like a queen. Dan zul je ook zo aangesproken worden. But it all starts from the mind. Vanuit je gedachten. From the mind. Vanuit je gedachten. From the mind. Vanuit je gedachten. From the mind. Vanuit jouw gedachten. If you know in your mind. Als je weet van binnen. That I am a king. Ik ben een koning. Kings don't talk anyhow. Koningen praten niet zomaar. Queens don't talk anyhow. Koningen praten niet zomaar zo. Where we read in the Bible say every idle word you speak with your mouth. Elk ijdel woord wat je spreekt met je mond. You account for it. Je moet daar verantwoordelijk voor afleggen. So by the time you use your mouth and you're running down the next queen. Dus als je je mond you're running down the next king. Je praat over die andere you're persoon. Telling the person that you're talking to that I am not worthy of this calling. En dan praat je met die persoon en zeg ik ben niet waardig voor deze roeping. If you're a king, you should talk like a king. Als je een koning bent, moet je praten als een koning. Talk like een koningin moet praten als een koningin. There are words. Er zijn woorden that you're not supposed to use. Die je niet moet gebruiken.
So by reading the word of God, dus door het woord van God te lezen, zul je de manier waarop jij denkt gaan veranderen. Je zult je gedachten veranderen. How do you renew your mind? Hoe hernieuw je je denken? By waiting on the Lord. Door te wachten op God. You know, a lot of people have misconstrued this waiting on the Lord. Vele mensen hebben zo'n eigen ding ervan gemaakt om te wachten op God. They are calling it another thing. En ze noemen het een ander ding. But the word of God is straight. Maar het woord van God is waiting is waiting. Wachten is wachten. Waiting is what? Waiting. Wachten is wachten. Simple. Simple. Prayer is supposed to be a dialogue between you and a bigger power. Gebed moet dus een dialoog tussen jou en een grotere macht. Monologue. En geen monoloog. But the truth is that a lot of people, is velen van ons, they rush into the place of prayer. Ze rennen naar het huis van gebed. Father, I'm going out and protect me. Vader, ik ga weg nu, bescherm mij, blablabla. In Jesus' name, amen. Some people, when they are saying in Jesus' name, they're already on their feet. They're already on their door. And they're saying in Jesus' name, amen. Onderweg en zeggen ze in Jezus' naam, amen. By definition. Per definitie. That is not prayer. Dat is geen gebed hoor. After praying. Want nadat je klaar bent met bidden. You need to sit down. Moet je gaan zitten. And wait. En moet je wachten. Now you are waiting for what? Want waar wacht je nu? For God to talk back. Voor God, amen, dat hij terugkomt. You are waiting now. Je wacht nu. To receive. Om te ontvangen. He says, you ask. Hij zegt, je vraagt. You receive. Je ontvangt. Is that not what the word of God says? Is dat niet wat de Bijbel vertelt? Ask and what? Vraag, you shall receive. En je zult het ontvangen. But when you ask, maar als je vraagt, and you don't wait to receive, en je wacht niet om te ontvangen. Just like a small boy running to the kitchen, net mama, mama, give me rice. And immediately the mother turns to bring the rice, the little boy runs away. Is hij alweer weg? And he turns, I thought John asked for rice. En ik dacht dat je vroeg om rijst. John is already gone. Maar hij is al weg. And he puts back the rice into the pot. Dan zet ze de rijst weer terug in de pot. That's what a lot of us are doing. En dat is wat velen van ons doen. And you say, I've been praying, nothing is happening. En van, ik bid, but maar er gebeurt niets. You don't wait. Als je niet wacht. You don't wait. Als je niet wacht. You don't wait. Je wacht niet. There must be waiting. Er moet een tijd zijn dat je wacht. The very first time you start waiting. Het eerste moment dat je gaat wachten. Maybe you might not hear anything. Misschien hoor je niet gelijk iets. Maybe you might hear. Of misschien hoor je wel iets. But let me tell you this. Maar ik zal u vertellen. The natural mind, de natuurlijke manier van denken, is deaf, is doof, to the voice of heaven. Voor de stem van de hemel. Amen. You have to train and renew your mind. Je moet jezelf trainen en je gedachten veranderen om nu te kunnen horen from heaven. Vanuit de hemel. It has to start step by step. En het begint stapje just like voor when stapje. You have a newborn baby. Net als wanneer je een babytje hebt. The baby does not start talking and hearing the same baby gaat niet gelijk praten en naar je luistert. It takes time for them to develop their hearing aids. Heeft tijd and they will nodig start speaking. Om dat te gaan leren, om te leren praten. When you started walking, you did not start running. Toen hij begon te lopen, ging hij niet gelijk rennen. Je hebt het hem geleerd. That's how it works. En zo werkt het. Most of us are like babies, baby Christians. Vele van ons zijn baby christenen. You have to learn to grow. Dus je moet leren om te groeien in de geestelijke wereld. But start with 5 minutes. Maar begin met 5 Make minuten. It a date from now. Maak het vanaf nu, vandaag Make een afspraak. An appointment that after praying every morning, vanaf vandaag, elke ochtend als je hebt gebeden, night, of elke avond, you wait for 5 minutes. Dan wacht je 5 minuten. And say, Father, dan zeg je, Vader, I'm waiting on you now. Ik wacht op u nu. I want to receive. Want ik wil van u ontvangen. I want to hear from you. Ik wil van u horen. Sometimes you start hearing a still small voice. Soms hoor je een klein stemmetje. Talking to you. En het praat tegen With je. Time, that voice will get tegen stronger de tijd zal die stem sterker louder, worden en luider. Stronger, sterker and louder, en luider. Stronger, sterker and louder. En luider. It will come to a point. Het komt op een punt. That even if you stay for 10 minutes. Zelfs als je blijft voor 10 minuten. You come, let's go, you say als ze zeggen kom we gaan, dan zeg je nee. You still want to stay. Want je wilt daar blijven. You start enjoying that fellowship want with God. Je gaat genieten van de gezelschap van And God. It is in that place of waiting, en daar, op het moment dat je wacht. That your mind is renewed. Dan wordt je gedachte wordt it is that place of waiting, daar waar je wacht. That the Holy Spirit starts working, dat de Heilige Geest begint te werken. On your mind. Aan jouw gedachten. It is in that place of waiting, in die plaats waar je wacht. Dat je gedachten worden veranderd. That place of waiting, daar die plaats waar je wacht. Everything starts changing about zal je zien dat alles in jouw leven zal gaan veranderen. And the last one, en de laatste. Occasionally fast. Fast. Fasting will bring up your spirit. Want vasten zal je geest opbrengen. Bring up your spirit. Het zal je geest opbrengen. And I pray, en ik bid. That the hand of God will come upon you, dat de hand van God op u in zal komen. The name of Jesus. In de machtige naam van Jezus. But the truth is that, en de waarheid is. For you to renew your mind.
voor jou om je denken te vernieuwen, dan moet je een vriend zijn met God. You cannot do that on your own. Je kunt dat niet alleen like doen. I said, the natural man is deaf to God. Je natuurlijke gedachte is you dood. You can only hear from God when you become born again. Je kunt alleen horen van God als je wedergeboren bent. The question is, dus de vraag is, are you born again? Bent u wedergeboren? Do you have the Spirit of God in you? Heeft u de Geest van God in u? I'm not asking you whether you are a member of this church. Ik vraag niet of je lid bent van deze kerk. I'm not asking you whether you are the prayer warrior leader. Ik vraag niet of je de leider bent. I'm not asking you whether you come to church every day. Ik vraag je niet of je. I'm not asking you whether you are the best friend of the pastor. Ik vraag je niet of je de beste vriend van de pastor bent. I'm not asking you whether you are a pastor. Ik vraag je niet of je een pastor bent. But are you maar born again? Ben je wedergeboren? Close your eyes now. Sluit uw ogen nu. Why all eyes are closed? Zal iedereen zijn ogen dicht doen? You're here and you're saying, Pastor, I recognize what you're talking about. Je bent hier en zegt, Pastor, ik herken waar u over praat. And I don't have a good relationship with God. Ik heb geen goede relatie met but God. But I want to change my mind. Ik wil mijn gedachten I want to renew my mind. Ik wil mijn gedachten hervormen. Why all eyes are closed? Zal alle ogen dicht just quickly raise up your hand. Hef dan je hand op. It does not matter who you are. Het maakt niet uit wie je bent. But it is between you and God. Want het is tussen u en God. Yes, I can see that hands ja, there. Ik zie uw handen. I can see that hands again. Raise up your hand and I will pray with you. Hef uw handen op en ik zal met u bidden. Raise up your hands. Hef yes, uw handen my sister, op. I can, yes, that ja. Hands behind there, I can see it. Yes, those hands that you have raised die handen up. Die u heeft opgeheven. Just lay that hands now on your chest. Leg die handen op uw borst. On your heart now. Op uw hart. On that mind. Op die gedachte. Lay your hand on that mind. Leg uw handen op uw gedachte. And say, Father. En zeg, Vader. I thank you for bringing me here ik today. Ik dank u dat u mij hier gebracht heeft. I want you to renew my ik mind. Ik wil dat u mijn gedachten hervormt. Father, I know I am a sinner. Vader, ik weet dat ik een zondaar ben. I know my mind is a sinful mind. Ik weet dat mijn gedachten zinvol zijn. I confess all my sins. Ik leid al mijn zonden. Father, have mercy. Vader, heb genade op mij. Forgive me all my sins. Vergeef me mijn zonden. Wipe them out. En was ze weg. Write my name back in the book of life. Schrijf mijn naam in het boek des levens. From today, vanaf vandaag. I declare that Jesus is my personal Lord and Savior. Ik verklaar dat Jezus mijn persoonlijke Heer en Redder is. In Jezus' machtige naam heb ik gebeden. I pray for you by the Spirit of God. Ik voor u door de Geest van God. This your confession will not count against you. Uw belijdenis zal niet tegen u spreken. At the day of judgment. De dag des oordeels. You will slide forever forward. U zult voor altijd vooruit blijven and never to backslide. Nooit meer terugvallen. Even as you fellowship with us. Zelfs als u hier bent. Even as you read your Bible. En in uw Bijbel leest. God will renew your mind. God zal change your mind. God zal uw gedachten vernieuwen. In the mighty name of Jesus. In de machtige naam van Jezus. In Jesus' mighty name we pray. Jezus' machtige naam. Amen. Forgive me, oh Lord. Forgive me.